Welkom, lieve Mirjam. Het verschijnen van Dola, jouw portret van het leven van Dola de Jong, brengt ons hier samen. Dola, over haar schrijverschap en de hele... Over haar schrijverschap en de hele mikmak. Welkom aan alle familie, geliefden en vrienden van Mirjam. Mijn naam is Suzanne Holzer en ik ben de redacteur van Mirjam. En ik heet u alle welkom namens Spui 25, Atheneum Boekhandel en Uitgeverij De Bezige Bij. Natuurlijk een speciaal welkom voor Hanneke Groenteman, met wie Mirjam in gesprek gaat. Zij woonde toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, evenals Dola in Amsterdam. Maar zij was toen pas 1 jaar. Dola overleefde de oorlog door het land te ontvluchten. Hanneke is dankzij de verzetsgroep het Utrechts Kindercomité veilig de oorlog doorgekomen. Welkom voor Moot van Houwaard, die eigen gedichten zal lezen, gekozen door Mirjam. Dus Mirjam heeft in alles het liefste regie. Het was ook toen ik zei, maar Mirjam, want zij wilde nu hier staan op dit moment. Ik zei, Mirjam, dat gaan we niet doen. Je wordt hier echt het middelpunt en het gaat om jouw boek. It is a great pleasure to give a very special welcome to Ian Joseph and Melissa, the son and granddaughter of Dola de Jong, who crossed the ocean to be with us this afternoon. It is thanks to Google Translate that you were able to get a good impression of the book about your mother and your grandmother. You read a rough translation, but take it from me that in this book, Mirjam did find her voice as a literary writer. Een literaire schrijver. Het is toch vanzelfsprekend dat een schrijver die over een schrijver schrijft zelf ook een literair werk maakt. Wat zou ik moeilijk doen? Mirjam schreef toch over het leven van Dola de Jong? Dan is het toch gewoon een biograaf? Ja en nee. Hoe leg ik dat uit? Op de achterplat, naast de prachtige foto van Mirjam, toch nog een adjectief Mirjam, een klein tekstje als een alternatieve genreaanduiding. Het luidt: in een betoverend spel met het biografisch genre kruipt Mirjam van Hengel onder de huid van haar personage. Ze vertelt een aangrijpend verhaal over een vrouw en de barsten in haar leven over schrijven en niet kunnen schrijven. Let op de woorden, betoverend spel. Al bij haar eerste boek over Leo Vrooman en later bij het knipperend ogenblik over het leven van Remco Kampert was voelbaar dat Mirjam zich niet laat beteugelen door de knellende banden van de traditionele biografie. Maar de echte vrijheid om te schrijven gaf Dola haar, die zelf zoveel moed en bravoure vertoonde dat ze Mirjam wezenlijk heeft aangeraakt. Het beste kan ik dit uitleggen aan de hand van een fragment. Het werd voorjaar, vroege zomer, mei, schrijft Mirjam. Met een minimum aan woorden vertelt ze vervolgens hoe de gruwel van de oorlog pas langzaam doordrong in Amerika. Het zijn maar 13 woorden. Daar komen ze. Druppel voor druppel vielen de berichten binnen. De kampen, de vernietigingen, de aantallen. Mirjam blijft dicht bij Dola zelf. Ze citeert haar als volgt. Wij holden altijd maar naar het Rode Kruis om inlichtingen, zou Dola zich later die dagen herinneren. En Mirjam citeert haar dan verder, maar ze wisten nog heel weinig. Er was geen communicatie. Met dit citaat geeft Mirjam de lezer de geruststellende zekerheid dat ze een betrouwbare verteller is. Net zo betrouwbaar als een traditionele biograaf. Maar dan, en ik ga een pagina voorlezen om jullie te laten ondergaan wat Mirjam kan. Meteen toen ze de gordijnen optrok, dus dit is de passage die nu volgt op, ik ga hem nog 1 keer voorlezen dan maar. Druppel voor druppel vielen de berichten binnen. De kampen, de vernietigingen, de aantallen. We holden altijd maar naar het Rode Kruis om inlichtingen, zou Dola zich later die dagen herinneren. Maar ze wisten nog heel weinig, er was geen communicatie. Volgende pagina, een heel klein streepje.
Meteen toen ze de gordijnen optrok die ochtend, merkte ze dat er iets was, dat er iets ontbrak aan het geluid. Dat de deur van het café op de hoek open stond, maar ze niets hoorde. Dat de straat erbij lag als een veld waar ze juist een zwerm spreeuwen uit was opgevlogen, kaal en verlaten. Een lege, mistige lucht, geen contouren, geen zon. Achter een van de ramen aan de overkant schenen felle bouwlampen. Een week lang waren er schilders aan het werk geweest. Maar nu was er niemand, alleen dat harde, plompe licht. Ze wilde werken, moest een stuk af en ze had weinig tijd. Ze heeft zich snel aangekleed, een gestreepte jurk met lange mouwen en de rits opzij. Ze heeft in het smalle keukentje koffie gezet en is ermee teruggelopen naar de kamer aan de straatkant, naar haar werktafel. Een uur later ging de telefoon. Ze heeft haar jas gegrepen, haar sleutels, dacht er niet aan hem wakker te maken, dacht er niet aan om zachtjes te doen met de deur. Ze is de trap afgeroffeld, alleen, de voordeur door, het gietijsrijk en ze is gaan rennen, de hele weg van Gay Street via Waverly Palace over Sixth Avenue, dwars door het Washington Square, het rammelende ochtendverkeer, de jongen op rolschaatsen, de student wie examen bijna ging beginnen en langs de universiteitsgebouwen van West Fourth Street tot aan het kantoor van de Western Union. Het telegram was heel kort. Het was 7 juni 1945. Motregen viel in de straten van New York. Het was een ongewoon grauwe dag. 2-3 maanden later, uiteindelijk. And the field is the world verscheen. Kon ze als opdracht voorin zetten. In memory of my father, stepmother and brother. Oh, Mirjam, dit is schrijven. Het was 7 juni 1945. Jouw verbeelding laat niet alleen Dola zien, maar brengt ook de lezer daar die dag in New York. De dag dat Dola het verschrikkelijke nieuws krijgt over haar familie. Ik ben bevoorrecht dat ik de wording van jouw schitterende, bijzondere en belangrijke boek van zo nabij heb mogen volgen. Ik was de getuige van de wording van de schrijver. Ik ga je nu bloemen geven. Daarna mag je in gesprek, ga je in gesprek met Hanneke en Maud. Die gaat af en toe gedichten lezen. Kom maar. Ja, dankjewel. Ja, ik neem het over. Ik schijn vooral heel goed te zijn in het overnemen. In het proberen de regie in handen te houden. Maar dankjewel, Suzanne. En geweldig dat jullie er allemaal zijn. And very grateful that Ian, Dola's son, and Barb, his wife, and Melissa, his... No, you didn't know. And Melissa are here. And I'm very sorry that you will have to sit here for the next 45 minutes listening to a language you cannot understand. Just pretend, laugh when everybody's laughing, and just do as if you understand. Ik wilde heel kort iets zeggen over, eigenlijk in opvolging van wat Suzanne zei. Hoe ga je te werk als je een boek over iemand gaat schrijven? Over iemand die werkelijk heeft bestaan. Een schrijver dan ook nog. Een mens dat een werk heeft voortgebracht. Meerdere werken. En herleidbare sporen heeft nagelaten. Die vraag werd mij de afgelopen tijd heel vaak gesteld. En ik merk dat mensen het leuk vinden om te horen hoe je je weg vindt in archieven. Via mensen die je spreekt. Om hoe je struikelt over de ontbrekende informatie, de gaten en de lege plekken. Ik snap hoe leuk dat is. Toch is er een belangrijker vraag dan hoe ga je te werk. En dat is, wat wil je? Wat wil je als je een boek schrijft over iemand die werkelijk heeft bestaan? En ik weet niet zo heel snel dingen zeker, maar ik weet het antwoord op die vraag wel. Ik wil iemand recht doen. Het is in zekere zin hoovaardig om je een leven toe te eigenen, een oeuvre toe te eigenen. En het is dus het allerbelangrijkste dat je dat leven en dat werk recht doet. Daarvoor moet je diep afdalen in wie iemand is, of omgekeerd, iemand heel dichtbij halen. Dat kan niet alleen door de feiten te verzamelen, dat is waar Suzanne al aan refereerde, die zogenaamde waarheid.
Dat moet via wat Virginia Woolf schreef in het nog altijd mooiste stuk over biografieën dat er is. En dat ik in mijn boek over Kampert al citeerde. Het kiezen van die elementen van de waarheid die ook de persoonlijkheid weet over te brengen. Ik hoop dat in dit boek gedaan te hebben. We gaan straks ongetwijfeld nog praten over hoe dat dan werkt, Hanneke en ik. Maar ik hoop ook dat het ons lukt het komende uur om Dola hier dichtbij, hier binnen te halen. Ik wilde dat eerst doen door een filmpje te laten zien. Er is een filmpje van haar waarin ze praat over een van haar jeugdboeken, The House on Charlton Street, voor de Nederlandse televisie. En een van de dingen die ontzettend leuk zijn is dat ze woont dan al 40 jaar in Amerika. En dan heeft zij het over haar boek The House on Charlton Street. Dat je echt denkt, die uitspraak is gewoon alsof je net gisteren vertrokken bent. Ik wil haar heel even zelf het woord geven. Er is een klein boekje, ik citeer daar in het boek ook uit, van uitgeverij Querido, waar zij destijds zat. En die stelde aan allerlei auteurs de vraag, waarom schrijf je? Daar heeft zij een heel lang antwoord op gegeven. Een stuk van 4 bladzijden. En ze eindigt met... ik lees het voor. Ze eindigt, waarom schrijf ik dan? Het is het enige middel dat ik ter beschikking heb om de mens zo dicht mogelijk te benaderen. Want ik weet maar al te goed dat de meisjes in de zakdoekenfabriek hier om de hoek en de redacteuren, mijn agent, de mensen van de radio, mijn vrienden, zelfs mijn man en mijn kind vreemden zullen blijven. Hoe vriendschappelijk we ook zijn, hoe intiem met makkers en hoe geabsorbeerd ik ben in mijn familie en zij in mij, we kunnen alleen maar raden naar elkaars diepste ik. We kunnen spreken van een zuivere vriendschap, van een volmaakt huwelijk, van liefdeservaringen die de aarde doen verschuiven. Maar we kunnen al die dingen bereiken, maar ad ultimum zijn we alleen. Ik kan prat gaan op mijn inzicht in anderen, mijn antenne voor mensen, toch zal ik blijven en zij. Maar met de bewoners van mijn romans ben ik één. Ik ben met ze vergroeid, ik ken ze tot in iedere zenuw van hun lichaam, iedere kronkel van hun psyche. Mijn vertrouwen in hen is wederkerig. Ogenschijnlijk houden we ons op een afstand van elkaar, maar in werkelijkheid staan we in volmaakte relatie, die van mens tot mens. Die van volkomen begrip, eerlijkheid en waarachtigheid. En die volledige verhouding is in dit ondermaanse uitgesloten. Geen mens is ertoe in staat. Ik heb die als kind en als jong meisje tevergeefs gezocht en als volwassene steeds weer als onbereikbaar opgegeven. We hebben elkaar leren vernietigen nog voordat we elkaar bereikt hebben. Nu zoek ik dus de uiterlijke eenzaamheid van het schrijversleven om te compenseren voor de uiteindelijke eenzaamheid van het menselijk bestaan. Een vrolijk welkom, zou ik zeggen. Hanneke, mag jij naar voren? Dankjewel, Mirjam. Ja. Hoort u mij goed? I want to say to the family on the first row that my first question will be in Dutch to Mirjam will be about a photograph, an image of your mother and mother-in-law and grandmother. So you can imagine your photograph of her while I ask Mirjam, stel dat Dola hier nu binnenkwam. Het is april 1940. Wat heeft ze bij zich? Hoe ziet ze eruit? Waar komt ze vandaan? En waar gaat ze naartoe? Eerst, hoe ziet ze eruit? Wat heeft ze bij zich? Even je ogen dicht. Hoe ziet ze eruit? Ik wil een beeld. Ja, ze ziet er goed uit. Ze ziet er altijd goed uit. Sowieso was ze mooi. Ze had een mooie bone structure, zullen we maar zeggen. Ze was mooi gebouwd, een mooi gezicht. Een sterk danserslijf. Ze was een danser in die tijd. Ze werkte als danseres hier in bij de balletten Yvonne Georgie. Dus ze liep rechtop en zag er eigenlijk heel stralend uit. Ze had haar haar opgestoken, donker, vol haar. Vol donker haar. Een beetje zo half lang en dan meestal met van die spelden achter op haar hoofd vastgezet.
En als jij zegt april 1940, daar komen we straks op. Dan is ze dus op weg om het land te verlaten. 9 april. Ja. Dan heeft ze dus haar reis. Ze heeft een mantelpakje aan. Een eenvoudig wollen mantelpakje. En een reisjas. Een beetje nog een lichte jas, want het valt mee met de kou. En ze heeft 1 tas bij zich. Wat zit er in die tas? Ja, daar begint het boek mee. In die tas zit een deel persoonlijke spullen. Dus nog een jas, een warmere jas voor de winter. Voor de zekerheid er balletmajot en er schoenen. Een paar van haar boeken. Ze heeft dan al 3 boeken gepubliceerd voor kleine kinderen. 2 jeugdromans voor jonge vrouwen en 1 volwassen roman. En ze heeft er 2 meegenomen. Welte. Misschien 3, dat weet ik niet zeker. 1 van die meisjesboeken, ik denk Gastvrouw in het Groot. En het nieuwe, die Dans om het Hart, wat nu net weer verschenen is. De eerste volwassen roman. En een kinderboek, Klaas Vaak en... Nikkernik, Nakkernak en Nokkernok. Dat is ook in Engels vertaald, hè? Ja, en daar heet het ook ongeveer zo. Ja. Nikkernik, Nakkernak, ja, oké. Okay. Net zoiets als de hele mikmak. Ja, zoiets. Oké, okay, dat heeft ze in haar tas, wat toiletspullen neem ik aan. Ja. Ja. En, ja, brieven voor de reis. Dus al haar papieren, want ze heeft haar hele reis voorbereid. Waar komt ze vandaan, letterlijk, fysiek nu? Achter het concertgebouw woonde ze daar in de straat. Ze is met de tram gekomen vanaf het Roelof Hartplein naar het Centraal Station. En is ze even hier uitgestapt om koffie te drinken. Hè? En waarom heeft ze die bij zich en komt ze even hier langs op weg naar het Centraal Station, neem ik aan? Nou, jij zei het is 9 april. Het is dus nog geen oorlog, althans nog niet hier. 1940, ja. Ja, 1940. Ja. Dus in Nederland, de Duitsers zijn nog niet binnengevallen. Maar zij voelt aankomen dat het misgaat. Want ze heeft een paar maanden daarvoor met haar nichtje op de Albert Cuypmarkt gecollecteerd. En heeft op die dag. Ze collecteerde voor gevluchte Joden uit Duitsland. En heeft op die dag de verwensingen naar haar hoofd gekregen die ze niet zag aankomen. Dus scheer je weg, we hebben genoeg van jullie hier, vuile Jood, weg jij. En toen heeft ze gedacht, dit gaat hier helemaal niet goed. Het gaat voor ons niet goed aflopen. Hoe kwam het dat ze dat dacht? Ja, dit is misschien... Zo'n scheldpartij, ja. Daar kun je je ook waar voor... Waar gehakt wordt vallen Spaanders, ik bedoel. Ja. Maar dat zij dacht, hey... Wat wist ze al? Wat dacht ze al? Dit is een hele goede, maar ook heel moeilijk te beantwoorden vraag. Want dat weet ik niet hoe dat kwam dat zij dat dacht. Want heel veel mensen dachten natuurlijk, we wachten wel even af en we zien wel. En ik denk, het was haar karakter. Ze was gewoon, het is een type van de vlucht vooruit. Altijd, in alles. Nooit vertrouwen, altijd denken, er kan... Ja, misschien wel soms vertrouwen, maar toch vooral op zichzelf. En dan vooral op haar eigen oordeelsvermogen. Dus op het moment dat zij dacht, ik vertrouw het hier niet... was de conclusie voor haar heel logisch, dan moet ik dus weg. Ja, maar ze kwam ook uit een gezin, niet in Amsterdam natuurlijk, hè? In Arnhem. In Arnhem, ja. Wat voor gezin kwam ze uit? Ja, een seculier Joods gezin, rijk wel. Haar vader had met zijn 2 broers 3 grote kledingfirma's. Dus ze woonde in een groot huis en er was altijd geld. En streng en redelijk conventioneel. Want ze mocht bijvoorbeeld niet dansen van haar vader. Dus dat was ze ook al ontvlucht. Broers, zusters? Ja, 2 broers. 2 broers, ja. Hans en Jan. 2 broers, toch Hans en Jan. Ja. Ja, heel goed onthouden. Jongste broer was Jan. En de oudste broer Hans. En haar moeder was overleden toen ze heel jong was. Dus ze had een stiefmoeder sinds ze 13 was. En daarvoor jarenlang alleen maar gouvernantes en huishouders. En in die voorgeschiedenis zit ook heel wat pijn. Hè? Daar zit veel pijn ook rond die dood van de moeder. Ja, en de stiefmoeder. Een boze stiefmoeder. Ja. 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 En de dood van haar moeder... is een beetje van haar weggehouden en is heel traumatisch geweest, als ik het goed onthouden. Ja, ik denk dat je dat heel simpel kunt zeggen. Op het moment dat die moeder doodging, is daar niks aan haar verteld. En dat is gewoon eigenlijk bij haar zo gebleven. Er werd niet over gepraat, er was geen plaats voor, het bestond niet. Nee. En dat heeft zij ook heel lang volgehouden. Als levenshouding ook. Ja, van daar ga ik niet naartoe. Dat, ja. Is, ja. Dat negeren we. Goed, ze is dus hier met dat tasje. En die boeken en een beetje toiletspulletje en dit en dat. Wat is haar plan? Wat gaat ze nu doen? Ze gaat naar Tanger. Naar Marokko. Tuurlijk. Waarom? Ja. Naar Tanger?
Ja, ook dat weet ik niet zeker. Maar ze had toen verkering met ene Jan. Die net als haar broertje Jan heette. En die was met een paar vrienden een zeiltocht aan het maken. Helemaal niet omdat de oorlog op uitbreken stond. Maar omdat ze met z'n vieren gewoon op reis wilden en een bootje hadden verbouwd. En die waren op weg naar Noord-Afrika. Niet specifiek naar Tanger toen nog. Daar zouden ze misschien wel langskomen. En dat wist Dola. En ik denk dat toen ze plannen is gaan maken voor die vlucht. Dat ze gedacht heeft, ik ga dan gewoon daarheen waar zij straks ook zijn. Dan heb ik een doel. Oh, dus het enige doel was Jan zien. Ja, naar een plek gaan ver weg, ja. Waar ik in ieder geval dan iemand ken. Ja. Even, ik hoor in jouw beschrijving dansen en boeken. Wat was haar levensplan? Wat was haar... Ja, ik denk allebei. Want ze wilde heel graag... Ze schreef al, voordat ze echt ging dansen... schreef ze al journalistiek en kinderboeken. Maar ze wilde heel graag dansen, het liefst van alles. Maar ik denk, ze was heel praktisch en heel realistisch. Dus ik denk ook dat ze al vrij vroeg wel gedacht heeft... dat is leuk, dat dansen. Maar dat kun je niet op je 60ste nog doen. Dus laat ik ook maar een plan B. Iets wat je kon doen als bejaarde, ja. Namelijk schrijven. Ja, dus ze is eigenlijk meteen allebei die dingen gaan doen. Ja, ja. En hoe ver is ze in dat dansen hier in Nederland gekomen? Ja, heel ver, maar... De vraag is hoe ver dat was. Ik bedoel, als je nu bij het Nederlands Danstheater wil... dan moet je eerst 15 jaar studeren. En op je derde beginnen. En zij begon dus op haar... Nou, eigenlijk pas op haar 20ste. Ze had daarvoor ritmische gymnastiek gedaan... wat een voorloper was van de avant-garde dans. En toen kwam ze hier in Amsterdam. En toen heeft ze les gekregen bij Yvonne Georgi... een vooruitstrevende, moderne danspedagoog. En binnen 2 jaar zat zij in de... professionele balletten van Yvonne Georgi. Ja. Dus dat ging wel makkelijk. Eigenlijk iets wat ik onvergetelijk vond in jouw boek... is dat ze ook nog even met mijn everlasting heldin Audrey Hepburn te maken heeft gehad. Die zaten op dezelfde dansschool en die correspondeerden ook nog. Oh, ja, ja, ja. Ja. Ja, het is ook, zo is de wereld heel klein eigenlijk uiteindelijk. Ik heb 1 brief is er van Audrey in het archief. Ja. Oh, die moet ik een keer van je zien. Kan ik je sturen op een goed goed, ze gaat dus naar Tanger. Kijk, straks ga ik het hebben over hoe Mirjam dit helemaal heeft aangepakt. Hè, met weinig bronnen in het begin en later overvloedig veel bronnen. Maar na de break, althans een klein intermezzo, wil ik weten hoe jij het hebt aangepakt. Maar ik wil nu Dola in beeld krijgen, ja. Als je het goed vindt. Ja. Als jullie het goed vinden. Maar er is geen democratie hier, dus... Nee, jij bent de baas, toch? Ik ben de baas en jij bent baas 2. Goed, ze gaat dus naar Tanger. En hoe vergaat het haar daar? Nou, veel op ups en downs komt goed, ze in Tanger. Eigenlijk goed, hoewel het dus heel zwaar is. Tanger is een totale smeltkroes van... zowel, het is vrij toegankelijk. Je kunt daar, dus er zijn heel veel vluchtelingen. Er wordt heel veel uit allerlei landen, ook op de vlucht voor Hitler komen heel veel mensen daar terecht. Maar ook allerlei mensen met duistere handeltjes. Er is een diplomatiek centrum. Maar er wordt ook heel veel gesmokkeld. En er is heel veel armoede. En dat komt zij allemaal ook tegen. Zij komt daar dus inderdaad Jan tegen. Ja, en die vrienden die niet meer verder kunnen met hun boot. Dus ze blijven daar. En ze hebben wel een huis op een gegeven moment, maar geen geld, geen eten. En zij redt dan eigenlijk de boel door een dansschooltje te beginnen. Dus zij gaat daar kindertjes van diplomaten lesgeven. Wat ongelooflijk stoer eigenlijk. Om dat ja, maar ze is doen. Echt zo stoer. Maar, ja, ze zegt, ik vind haar echt heel stoer. Omdat ze dat ook gewoon... Ze heeft gewoon een kaartje laten drukken... en een zaaltje gehuurd in een hotel. En toen ging ze gewoon lesgeven. En ze had al... Waar ze ook kwam, ook later in de leven... ze ging gewoon altijd overal meteen kijken... wie is hier ergens mee bezig waar ik wat aan heb? Wie moet ik ontmoeten? Wie moet ik spreken? Dus dat had ze daar ook. Dus ze kende ook een paar van die diplomaten... die dan hun kindertjes bij haar op les deden en zo. Ze regelde dat gewoon. En vertel dat verhaal eens van dat kind met dat voetje. Ja, dat is, want ze is zelf geopereerd aan de Achillespezen. Allebei de Achillespezen als kind moesten doorgesneden worden. En toen kwam ze daar een meisje tegen. Een kindje van Sir Guy Gaunt, een hoge diplomaat. En die had een vergroeid voetje. En dat heeft zij weer in orde gekregen. Ze heeft een staketseltje laten bouwen door iemand. En ze heeft elke dag oefeningen gedaan met dat meisje. En toen is dat voetje geheeld. En die man heeft haar uiteindelijk geholpen... aan een visum om
naar Amerika te gaan. Dus het was ook allemaal... Ze deed het heel handig. Ja. Nou, als je dat boek leest, dan is dat zoals Mirjam het vertelt... en dan nog veel sappiger, zodat je elke bladzij... als een soort avonturenroman waar je met Dola op pad gaat. Zo heb jij het geschreven. Ze gaat naar Amerika. We gaan even grote stappen snel weg. Ja. Ze gaat naar Amerika. Was dat met het circus? Ja, toen kwam ze daar en toen is ze in het circus gaan dansen. Vertel eens even dat circus. Ik kan dat allemaal, zo gaan we het niet halen, joh. Dat leven, echt. Ja, dat boek is zo leuk dat ik gewoon het helemaal naverteld wil hebben. Ja, maar dat was ook wel een heel leuk verhaal. Ze had hier al gedanst in een circus in Carré van Bernard van Leeren, rijke Joodse industrieel. En die was ook in Amerika terechtgekomen met, en die had een paardencircus. En daar ging die mee op tournee in Amerika. En er waren toen dus kennelijk danseressen in een circus. Ja, hij had één act... Rhapsody in White, en daar moesten danseressen bij. Maar die kende die niet. Maar hij wist wel dat Dola in New York zat. Dus die heeft die opgebeld en heeft gezegd... regel jij even voor mij een corps de ballet voor in het circus. En dat heeft hij toen gedaan. En toen hebben ze een paar maanden rondgetrokken... langs de Oostkust in Amerika. Ja, nou ja, dat is ook weer een heel verhaal op zich. En dat schrijven, hoe ging het daarmee eigenlijk in al deze... Ik neem aan dat dat... jeugdboek met die kinderen. Hoe heet het boek ook weer? De Leveland. Ja, de Leveland. Nee, oh, het Nederlands En de Akker is de Wereld. Ja. Ja. Dat een beetje op dat Tanger... Ja, dat is op Tanger gebaseerd. Ja. Dat is een groep kinderen die zonder hun ouders... want die zijn al afgevoerd... met elkaar en een ander echtpaar gewoon overleven. Ja, die zijn dat is, ik vind dat haar mooiste boek. En de Akker is de Wereld. En dat speelt in Tanger. En eigenlijk zit daar heel veel in van haar eigen avonturen... maar dan vanuit het perspectief van kinderen. En dat heeft ze na de oorlog geschreven. Maar toen ze in New York aankwam... is ze ook meteen gaan schrijven. Journalistiek werk zowel... meteen eigenlijk. En kinderboeken. Ze heeft meteen een uitgever gevonden. En toen heeft ze... een jeugdboek geschreven, The Leveland. Dat is nooit in het Nederlands vertaald. Over een gezin in Nederland op het moment dat de oorlog uitbreekt, zeg maar. En dat werd echt een knalsucces. Dat is meteen in Amerika overal verschenen, in bibliotheken, op scholen. Want dat was een onderwerp wat er natuurlijk toe deed. Het was 1943 en hier was iemand die daar vandaan kwam. En dat is naar Japan vertaald. En er is gewoon een enorme oplage en een heel groot internationaal succes geworden. Ja. Hoe ging dat schrijven haar af eigenlijk? Of wat betekende het schrijven voor de... Ja, ik denk dat ze had een hele makkelijke pen. Dus zowel journalistiek als kinderboeken, dat ging heel makkelijk. Oh ja, dit is wel even een hele leuke foto in New York. Ja. Is dat met Jan? Dat is met Robert Joseph. Dat is met de vader van vader. Ian. Ja, ja. In New York on a... Ja. Probably on Washington Square, I don't know. Yeah, it is probably Washington Square. In de jaren 50. Nou ja, toen schreef ze ongeveer De Akker. En die volwassen boeken, dat kostte er meer moeite. Maar er zijn er dus nog wel een paar gelukt. En later na de oorlog, maar dat is gewoon een heel... Dat is eigenlijk een van de grondtonen van mijn boek. Is het gewoon niet meer gelukt. Na de oorlog is het schrijven haar eigenlijk niet meer gelukt. Omdat ze altijd schreef over dat wat heel dicht bij zichzelf lag. En na die oorlog, die holocaust, heeft dat echt doormidden gesneden. En dat lukte haar gewoon niet om te praten over... of te schrijven over dat wat haar zelf zo raakte. Hoe komt dat het haar niet lukte? Dat weet ik niet. Ik bedoel, er zijn ook mensen die natuurlijk juist heel veel daarover gaan schrijven. En dan lukt het en dan helpt het ze. Het kan je bron zijn natuurlijk. En zij heeft dat niet gewild. Terwijl ze ging bijvoorbeeld wel... Ze is in psychotherapie geweest. Ze was niet, liep niet zelfs. Weg, ja. Ze liep niet weg voor wat er allemaal moeilijk was in haar leven. Maar het schrijven blokkeerde toch gewoon. En ik heb dus heel veel gezien, fragmenten van romans waar ze aan begonnen is. Maar je ziet gewoon, ze begint wel, maar ze loopt vast omdat ze er zelf gewoon zo dicht op zit. Er zat een blokkade in haar die ze zelf niet kon doorbreken. Nee. En frustreerde haar dat? Ja, dat moet haar enorm gefrustreerd hebben. Want ze had natuurlijk gewoon een hele groot beroemd schrijver willen worden. En dat is eigenlijk na die jaren 50. Ze was heel actief en heel zichtbaar. Maar die echte goede boeken waarmee je voor eeuwig voortleeft, zullen we maar zeggen. Die kreeg ze niet meer voor elkaar. Nee, maar ze is in Nederland ook nooit gaan horen tot
een beetje de elite van de schrijvers, hè? Nee, maar dat heeft met veel verschillende dingen te maken. Dus dat met haar eigen blokkade, maar ook met het feit dat zij zat gewoon ver weg. Ze zat in Amerika, dus ze maakte helemaal geen deel uit van de literaire cultuur hier. En ze zat daar, wat er aan Nederlanders zat in Amerika, waren allemaal mannetjes. Allemaal haantjes die haar gewoon geen ruimte gunden. En zij probeerde die ruimte wel te nemen, want ze was heel kordaat, maar ze moesten er niet. Nee, ze was een vrouw, hè? Dat was een vrouw. Ook een minpuntje. Ja. En dat was hier ook, hè? Ik bedoel, hier, je hebt nog, dit Dola de Jong is natuurlijk heel leuk nu dat we het over haar hebben, maar je hebt nog een hele, van Jo Boer tot Jozef van Mendels, nou ja, je hebt er een heleboel uit die tijd die echt goed waren en die toch gewoon verdwenen zijn, omdat de context niet zoveel ruimte voor ze had. Ja. Voor mij stond ze altijd, zonder dat ik ooit een letter van haar gelezen had, hoog in mijn rangorde. Omdat bij ons thuis, in de Deurloosstraat, hadden we een tomadorekje met een paar boeken. En natuurlijk een abonnement op de Arbeiderspers, want we waren sociaaldemocraten. Maar daar stond ook Dola de Jong bij. Dus die naam heb ik al vanaf mijn zesde. Maar dat is dus helemaal, dat is Eva Cossé, die de boeken van Dola is gaan heruitgeven. Ja. Die had datzelfde. Dat stond bij je moeder in de kast, hè, die boeken. Nou ja, bij mijn moeder ook, denk ik. Ja, bij mijn moeder ook. Ja. Dan kunnen we een groepje beginnen, een praatgroep. Ja. 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 Maar ik heb nooit iets van haar gelezen. Maar de naam, dus pas nu, door jouw boek eigenlijk, ben ik haar boeken gaan lezen. Ja. En is ze voor mij tot leven gekomen. Maar het was altijd een rugnaam in een penguinboek of zo, of wat was het? Salamander. Salamander, ja. Daar hadden wij een abonnement op. Ja. Ja. Hey, en in Amerika, hè, heeft ze ooit verlangd naar Nederland? Hoe was haar verhouding met het moederland? Jawel, ze heeft wel. Ze is terug geweest na de oorlog. Dat was heel pijnlijk, omdat iedereen dood was. Dus er was gewoon. Er was één broer, maar de rest, de hele familie, is in Sobibor geëindigd. Dus dat was heel pijnlijk en naar. Wilde ze gewoon eigenlijk liefst zo snel weer terug. Bovendien was ze inmiddels toen getrouwd in Amerika. En toen heeft ze dus besloten, ik ga daar gewoon mijn leven opbouwen. En pas veel later, in de jaren 60, 70, toen ze alweer twee keer gescheiden was en weer een nieuwe liefde kreeg in Nederland, toen is ze voor een jaar of zeven is ze terug geweest. Maar toen kon ze hier ook niet meer echt aarden. Dus dan krijg je natuurlijk dat ontwortelde dat zich dan voortzet. Het is overigens nogal onthutsend, even terzijde misschien, hoe het vluchtelingenverhaal van rondom haar, zoals jij dat beschreven hebt, en het vluchtelingenverhaal Nederland en de vluchtelingen nu zo verschrikkelijk dicht op elkaar zitten. Ja, ja. Dat is echt heel aangrijpend om te lezen. Daarom heb ik niet veel, maar er zit wel iets in het boek daarover. Want het is natuurlijk heel idioot. Ik zat gewoon te schrijven op het moment dat ze hier in Europa ook overal aanspoelde nog. Een paar jaar terug. En iedereen zich in bochten wringt. Hoe houden we ze buiten? Ja, hoe krijgen we ze weg? Nou ja, het is of je 1938, 39, 40 hoort. Ja. Ja. Zij heeft zich ook heel erg ingespannen om het Nederlandse cultuurgoed in Amerika vertaald te krijgen en geplaatst te krijgen en besproken te krijgen. Hè? Onder andere Anne Frank. Doe het Anne Frank verhaal. Ja, nou ja, sowieso. Ze heeft al als een soort scout gewerkt. Dus Jan Kramer heeft ze, dat is wel gelukt. Maar met heel veel schrijvers is het niet gelukt. Ze wilden ze inderdaad als een scout proberen om dat in het Engels vertaald te krijgen. En ze is aan de gang gegaan met de dagboeken van Anne Frank. Ze was de eerste die dat in het Engels vertaald heeft. Ja. En ze had contact met Otto Frank. En dat is een totale mislukking geworden. Of dat is helemaal spaak gelopen. Omdat uiteindelijk Otto Frank met iemand anders in zee is gegaan. Haar vertaling niet gebruikt heeft. En haar ook dat nauwelijks heeft laten horen. Dat is allemaal heel lullig gegaan. Dus zij was ook ongelooflijk pissig. Ze heeft dat allemaal weggegooid. Er zijn dus nu wel brieven nog over. Dus ik heb dat allemaal kunnen reconstrueren. Maar ze heeft dus het dagboek vertaald in het Engels destijds. Ja. Zou jij met haar bevriend kunnen zijn? Nou, ik ben nu wel vriend met haar, omdat ik gewoon 4 jaar met haar heb doorgebracht. Maar ja, dan was ze dus al dood. Wel makkelijk met die doden. Ja, dat is makkelijk. Dus nou, zolang ze dood is, kan ik heel goed bevriend zijn met haar. Ik denk dat we heel verschillend zijn. En, in welk opzicht? Nou, ik denk,
Ik denk dat wat jij net helemaal in het begin zei, dat zij inderdaad niet zomaar vertrouwt op dingen en dat allemaal zichzelf. Ik ben toch geneigd om ervan uit te gaan dat, hoewel ik dan blijkbaar alles wil controleren, maar toch ook wel gewoon vertrouwen heb in hoe ik met mensen omgaan. En in ieder geval in mensen. Ja. En dat hele existentialistische stukje wat ik net voorlas over die eenzaamheid. Dat zat heel erg in haar karakter. Daar kom je ook niet zomaar in. Dus ik weet niet of we bevriend geraakt zouden zijn. Nee. Nee. Ik ook niet eigenlijk. Jij ook niet. Jij denkt nee, ook maar niet. Wel dat je denkt, wow, ik wou dat ik iets van haar had. Van haar strijdlust en haar doorroeien en ruiten gaan. En wat ze wou. En ook boos kunnen zijn op iedereen. Ja. Ik wou dat ik er iets van had. Ja, ik hoop dat ik er iets van heb overgenomen nu. Ja. En eventjes tot slot van dit stukje. Hè. Stel, ze is oud. Ze is 90. En ze is weer even in Nederland. En ze komt weer even binnen. Ja. Hoe zou ze er nu uitzien? She would be very happy to see Melissa and Ian and Barb. I ask now to end this part of the conversation. When it's now 22. Dola is in Amsterdam. She's 90 years old. Now that's not 22. Something like because that. It's earlier. She comes in. What does she look like? You can tell him. You can tell me, Ian. What she look like now? An old woman. Old woman, 90 years old. Is her hair gray? Her hair is gray. Yeah, very, very light gray, and but very. She was still actually good looking. I mean, she wore nice clothes, and she was, fragile, but still kind? Strong. Did she become kind? She was kind. Soft. She was soft and kind. She had a quick wit and often said things spontaneously that wasn't always the most polite, but she was a kind person. And what when she was here, when she was on vacation here in Holland, what would she wear? What you know as a daughter-in-law? Oh, yeah. Kom, zullen we even. Ik ga. Okay, she was very tall, and she had a very, she had a nice, straight body. Oh yeah, a straight posture. And she always dressed very well. Lots of scarves. Lots of scarves. Jewelry. Yeah. Yep. And she was elegant? She was elegant, yeah. Ik zie daarachter mensen die haar dus ook... Dus Dorine, ja, jullie kenden haar ook. ja, die kenden haar. Ja. Zal ik een anekdote vertellen? Ja, moet je dat gewoon in? Ja? Hallo, ik ben Joan de Vos, dochter van Henk de Vos. Een van die mannen die een stoer met die boot die wereldreis gingen maken. En hij kende haar ook al hier in Amsterdam, of van voordat hij wegging natuurlijk. Want een van die mannen was ook was haar vriend, Jan. En zij kwam dus naar al die vier mannen. Hoe ze nu zal zijn. Kom maar hier weer. Ik wilde even die anekdote vertellen. Anekdote. Ze was bij ons in Rotterdam op de Schiedamse Singel. Daar zat ze op de bank met mijn moeder. En ik was hoogzwanger van mijn oudste zoon, Mark. Maar die wist nog niet hoe ik hem moest noemen op dat moment. Dat was in 68, zo is hij geboren. En toen zei ze, joh, noem hem gewoon Ian. Dat is goed. Ook zo spontaan, zo leuk van, helemaal niet zo van, joh, noem hem toch gewoon Ian. En ze had Ian toen al. Ja. En Ian is eigenlijk... Ian, how old are you? Very 71. Oh ja. En Mark is 53. Oh, he's younger. Ja. Oké, let's go. Geef maar. Ja, en Ian is Jan. Ja. Yeah. Like the brother, hè? Eh? You're called after the brother. The favorite brother. Correct. Ja. Oh ja, we gaan afsluiten, hè? Denk ik.
Ja, we gaan afsluiten, zeker. Mirjam, ik praat straks even met je door. Over jouw relatie met Dola en het monnikenwerk wat je hiervoor verricht hebt. Maar we gaan eerst even naar iets anders en dat kondig jij aan. Ja, ik wil dat zeggen. Ik zal dat aankondigen, Moot van Howard. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Ik heb nu voor het eerst een boek geschreven over een proza schrijver, terwijl ik daarvoor over dichter schreef. En ik kan eigenlijk helemaal niet zonder poëzie. Dus ik wilde er poëzie bij sowieso. Moot is heel goed, vind ik een hele goede dichter. Maar ik zie ook allemaal dingen. Ik trof op een gegeven moment allemaal dingen in haar werk aan die mij ook aan Dola deden denken. Of die te maken hebben met hoe Dola in het leven stond. Of die te maken hebben met wat een podiumpersoonlijkheid ze was. Of hoe je aan haar kunt denken en hoe je haar ook aanwezig kunt stellen op een andere manier. Dus om niet alleen maar op deze manier over Dola te praten, wil ik heel graag Moot aan het woord laten, die haar eigen gedichten gaat lezen. Zing mij uit jouw talen, die ik niet ken, maar begrijp. Vertel me over het verdriet dat altijd mee met je reist. Laat mij jou, die de wereld draagt, dragen door de stad. Ik ben hier, aangenaam. En wie ben jij? Een goede avond en dank je wel, Mirjam. Ik voel mij vereerd dat ik aanwezig mag zijn op jouw boekpresentatie. Ik ben het boek daarnet in pdf-versie beginnen lezen op de trein. En ik wilde eigenlijk niet uitstappen. Ik wilde eigenlijk gewoon verder treinen. Zo meeslepend is het boek. Ik heb inderdaad een aantal eigen gedichten meegebracht. En ik lees graag een fragment voor uit het boekje Wij zijn evenwijdig. Een fragment waarin ik een vrouw vergelijk met een rivier. Mirjam was trouwens mijn redactrice, dus als er fouten in staan, dan is het haar schuld. Wanneer ben jij begonnen? Ik ben niet begonnen. Ik ben ontsprongen als een rivier. Ze wentelde zich om mij heen. Transparant en hoe ik ook naar haar graaide, ik kreeg geen grip op haar. Het landschap veranderde, meanderend nam zij landen in haar arm. We gleden door de velden, glooiend en zich plooiend om kleine dorpen met kinderen die keitjes kwamen keilen en dieren die aan haar oevers dronken, hun hoofden nederig naar haar toegebogen. Zij dronken of zij zogen, alsof zij een lang zoogdier was dat zich lang uitrekte, met spenen overal of nee, het meest leek ze op een slang, een lichaam zonder vertakkingen, behalve hier en daar een dode arm. Ik begreep haar lichaam niet. Ze wentelde zich om mij heen en ik zocht in haar een draai. Zij vertelde over haar uiterwaarde, haar sluizen, sedimenten. Zij toonde mij hoe zij landen splitste en kon verbinden tegelijkertijd. Af en toe dreven schepen voorbij met bolle zeilen en hier en daar een bollend lijk. En zij werd breder, haar bedding sleet zich steeds dieper in. Uit in het begin kon ik nog haar bodem raken. En hier en daar glinsterde een korrels goud uit verweerde aders. Maar terwijl we stroomden loom langs bomen, zonk haar bodem weg. Haar rijkdom en geheimen sloot zij in. Zij woelde als een onrustige slaper en ik draaide met haar mee. Soms dacht ik, ik ga terug aan land. Maar tussen mijn tenen groeiden al vliezen en mijn wangen kwamen los van het pot. Ze openden zich als kieuwen. En als stromend werd ik week. Mijn vingertoppen rimpelden, kleine gleufjes sleten zich in. Een begin van een vertakking. Stroom met mij mee. Stromen is lopen zonder stap. In mij kan je doorgaan. En ik beloof je, we stromen naar mijn mond toe. En daar kom ik, als een droom, helemaal uit. Okay.
Ja, mijn heupen willen ook iets vertellen, dus daarom ga ik even hier staan. In plaats van achter dat mastodont die mij tot een buste herleidt. Het volgende fragment gaat ook over een vrouw en meer bepaald over een standbeeld dat ooit in Roeselaren, West-Vlaanderen, stond. Een standbeeld van een naakte vrouw in deze positie. Als was ze een danseres. En men heeft dat standbeeld, omdat men het te onkuis vond, van de markt weggehaald en in een smoezelig parkje gezet. En in het lange gedicht waaruit ik u een fragment ga voorlezen, komt ze tot leven, trekt ze zich los van het brons en gaat ze terug de stad in om haar plek in de stad terug op te eisen. Een fragment. Ik, die altijd vormvast was, gebeiteld in de tijd, monument van een moment op het punt van een dans. Ik voel, er hangt iets in de lucht. De wolken zijn gezwollen aan mijn tepels roze knoppen, alsof er elk moment iets kan ontbotten, hangen druppels dauw. Ik weet niets meer van de tijd waarin mijn brons nog vloeibaar was. De leegte tussen mijn handen liet ik ooit een vogel los, houdt een spanning vast. Wie goot mij ooit in deze strak omlijnde vorm, in dit lichaam van een forse vrouw die zich al die jaren weerde tegen corrosie, zure regen, duivenscheid? Hoe vaak niet legden nachtelijke wandelaars hun dronken hoofden in mijn schoot, omsloten vreemde handen mijn nipte borsten, urineerden ze met harde straal tegen mijn schaamstreek, graaiden ze schaamteloos tussen mijn benen als plakkerige jongenshanden in een kauwgomballenautomaat. Ik gaf geen krimp, ze kwamen altijd van een koude kermis thuis. Binnenin schreeuwde ik, maar even vaak keek ik zwijgend naar de bomen in het park, hun silhouetten die zich zwart aftekenden tegen de hemel. En ik bedacht dat in de nacht alles iets tweedimensionaals krijgt, iets geruststellend inhoudsloos. Ik huil niet, ik blink door het slijm van slakkensporen. Mijn vlecht is streng, ik ben bestendig onaangetast. Ik kijk naar de nieuwe maan in de aloude nacht, alsof iemand in die zwarte pan een botersausje bakt. Er wordt nooit hulde aan mij gebracht. Geen bloemenkransen met rouwlinten worden voor mij neergelegd. Er schetteren hier geen horens, alleen de merels in de bomen. Er wordt hier niets sereens herdacht. Wie ben ik dan? Welke geschiedenis draag ik uit? Wie vond het waard om mij voor eeuwig samen te vatten in dit beeld? Dat ook al is niemand het misschien echt kwijt, wat verloren staat in de rafelige rand van deze stad. Zo lang al zit ik gestold op deze sokkel. Het brons begint zich weer te roeren. In mijn grauwe wezen dringt het vuur zich op. Traag laat ik mijn armen zakken, bang dat ze zullen knakken. Ik probeer mijn vingers uit, alsof de wind van snaren is. Ik zou zweren dat ik in de verte een melodie hoor die ik herken van lang geleden. De cadans van een denderende trein. Een hart dat van heel ver komt. Mijn ogen laten het licht weer toe dat in bolle druppels in mijn lichaam lekt. Zich in de vorm van letters afzet tegen mijn binnenwanden. Ik trek de lappen mos los van mijn verkrampte benen. Nu, na al die jaren, adem ik weer, ik adem weer in. Sta voorzichtig op. De eenden snateren. Ik ben ontdaan. Ik sta op til. In doffe patina. Ik wil bloot zijn, blinken en beginnen. Er weer klinkt zoveel in mij. Zie, ik word mijn lichaam weer. Dank je. En nog eentje? Ja? Moet ik... Ja, oké. Okay. Dan ga ik meteen naar het laatste gedicht.
Ik had eigenlijk nog een verrassingsgedicht ertussendoor. Okay. Maar dat is... Nee, dat is... Ja, toch? Snel? Oké. Okay. Ik ga het heel snel voorlezen. In jouw script zou nu de geluidsinstallatie komen, maar tijdens het gesprek dacht ik, daar ga ik me niet aan houden. En ik wil toch een ander gedicht ertussen brengen. En dan eindig ik met het Monument van de Vrouw. Ik ben 2 jaar stadsdichter geweest van Antwerpen. En men vierde een paar jaar geleden het 75-jarige einde van de Tweede Wereldoorlog. Men vroeg of ik daar een gedicht wilde over schrijven. Ik vond dat een hele moeilijke vraag. In godsnaam, wat moet ik zeggen over de Tweede Wereldoorlog? En de enige manier om daar een waarachtig antwoord op te geven of iets over te zeggen, was om het heel persoonlijk te maken. En ik schreef dit gedicht, getiteld Mirage. Ik ben zelf samen met een Joodse vrouw en de verwijzingen zijn denk ik heel duidelijk. Mirage. Ik struinde met haar door de winkelstraat, zag ons schimmig in een ruit weerspiegeld. Met de haartjes op mijn armen veerden duizenden soldaten recht. In welke bochten wrong de geschiedenis zich niet? Uit hoeveel gesmoorde stemmen is onze stilte opgetrokken? Hoe diep donker geronnen onder ons de bloedrivier en bleek de mikado van botten. Opdat ik hier samen met haar, opdat zij niet van mij losgescheurd en op een trein gezet. Opdat we arm in arm in een winkelstraat domweg een plantje kunnen kopen voor ons nieuwe huis. Wij, schemerig in de etalage, zijn de mirage waar ooit mensen zelfs niets van durfden dromen. Straks vegeteren de laatste veteranen. Op Wikipedia is de oorlog netjes in hoofdstukken geclasseerd. Wij vergeten hoe wankel onze wandel is. Zelfs brede straten blijken toch nog slappe koorden. Ik speld een ster op haar borst. Wat zeg ik? Sterren, planeten. Konden we de vrijheid maar gevangen nemen. En tot slot dan het gedicht dat ik zeker moest lezen van Mirjam. Monument voor de vrouw. Ik moet het snel terugvinden. Of wil je dat ik het straks voorlees? Nee? Oh, ik heb het al. In Antwerpen, en ik denk in Amsterdam is het niet anders, zijn heel veel monumenten opgetrokken voor mannen. Veelal 19e-eeuwse helden in brons gegoten. En men vroeg mij hoe het monument voor de vrouw er moest uitzien. Dat vond ik een heel absurde vraag, want je hebt ook niet één standbeeld voor de man. Maar ik heb toch geprobeerd om daar een antwoord op te geven in de vorm van een gedicht, getiteld Monument voor de vrouw. Maak haar van takken, waar elke lente nieuwe knoppen aankomen. Maak haar van het ruisen van bedreigde bomen. Maak haar van water, van druppels dauw, van de ochtend die erin parelt. Maak haar van licht, van schaduw die makkelijk langs de muren klimt. Van vergeelde geschiedenisboeken waarin zij ver te zoeken is. Maak haar uit rafels van keukenhanddoeken, klop haar op uit zakken vol dons, maar maak haar niet van brons. En als je haar daar toch uitgiet, laat haar dan niet afkoelen. Houd haar heet en stromend. Maak haar niet van steen. En als je haar daar toch uitkapt, hou haar dan zo dat ze er makkelijk uit kan breken. Laat het monument het moment om zich voortdurend te ontplooien. Om, wanneer ze maar wil, aan haar maker te ontkomen. Dank u wel. Mirjam, waarom wou je dit als laatste? Nou ja, ik vind het zo'n mooi gedicht
omdat het bouwt natuurlijk ook fantastisch op. Je gaat inderdaad maken van takken, dan zie je alsof iemand een vuurtje gaat bouwen. Maar uiteindelijk gaat het dus om, leg er niet vast in iets waarin ze geen beweging meer heeft. Waarin ze gewoon stolt in dat ene beeld wat dan voor altijd blijft. En ik las het, ik weet niet, een half jaar geleden of zo, toen ik nog aan het schrijven was. En denk ik, het is altijd zo, je bent zo aan het zoeken om iemand te raken als je een biografisch boek schrijft, dat je op een gegeven moment ook denkt, ja, nu heb ik het, nu zie ik haar, nu heb ik haar. En dan gaat het even heel lekker en na een paar dagen of een paar weken denk je, ja, maar het is natuurlijk ook weer heel anders. En het is ook nog dit en het is ook nog dat. En er zitten altijd gewoon weer andere kanten aan. En het moet ook gewoon steeds weer onderuit gehaald worden door jezelf. Dat beeld wat je op een gegeven moment hebt. En zelfs als een boek af is, denk ik, ik heb nu iets geschreven over iemand en eerder over anderen. En dat kan ook altijd weer anders. En ik vind dat gewoon juist een enorme een pre, iets wat je toe kunt juichen. Ja. Dat iemand gewoon op een gegeven moment wel een portret heeft, of er is een boek over iemand, maar die kan ook gewoon weer een nieuw portret krijgen. Ja, want jij hebt een portret gemaakt van Dola de Jong als een schilder die een portret maakt met zijn stijl of haar stijl. Ja. En je ziet haar, of je leeft met haar mee door jouw pen, zal ik maar zeggen. Nou ja, dat is gewoon wat. Die keuze, dat is natuurlijk gewoon, daar zijn de meningen over verdeeld, maar die keuze kun je maken. En dan ben je dus vrij in wat je maakt. Niet met het idee, dit is het definitieve portret van Dola de Jong. Nee. Maar wel met het idee, dit is dit is wat ik op dit moment zo goed mogelijk kan maken. Wat was het? Ik ga dit nu kort maken, hè, want we moeten nu naar de boeken en naar een drankje en weet ik wat. Maar, want ik heb het eerste deel van het gesprek met jou, zag ik aan jou, veel te lang gemaakt. Helemaal niet. Oh. Ik sta er echt op, jongens. Helemaal. Nee, maar wat was eigenlijk het moment, het knipperend ogenblik, maar dan in leven, dat zij in jouw leven kwam, op jouw radar kwam. Oh, ja. Nou ja, ik denk dat ze dus ooit al wel op mijn radar is geweest, omdat ik haar boek wel gelezen had vroeger, die twee, De Thuiswacht en De Akker is de Wereld. Maar toen ik met Leo Vrooman bezig was, toen kwam ik haar eerst voor het eerst weer opnieuw tegen, omdat zij over hem een heel mooi portret heeft geschreven. Echt scherper dan menig ander portret, of misschien wel dan ieder ander portret dat er van Vrooman is. En toen Vrooman dood was, en Tieneke ook dood was, zijn vrouw, toen was ik in hun huis met de dochters. En ik was daar veel, ik was daarbij betrokken. Toen moest ik de nalatenschap uitzoeken. Dus ik zat in alle papieren van Vrooman, en daar zaten dus ook brieven van Dola in. En die waren fantastisch. Ik weet nog dat ik die uit die map haalde en alleen maar bladeren van, moet dit naar het literatuurmuseum of kan dit hier blijven, of dat soort keuzes moest ik maken. En ik las een paar regels en eigenlijk pakte mij dat meteen. Waarom? En toen ben ik nieuwsgierig geraakt. Wat was er fantastisch aan? Nou, de energie, de inderdaad de humor. Nou ja, wat Ian net zei, ze was gewoon zo witty, ze was zo grappig. En dat zat in al haar brieven, in iedere zin eigenlijk wel. Maar ook, er zat ook een brief waarin ze ruzie had met Tieneke Vrooman. Daar bleek uit dat ze een enorm conflict hadden gehad. En dat sprak enorm tot mijn verbeelding. Want Tieneke Vrooman had echt nooit met iemand ruzie. Dacht je, die vrouw, Dola, die moet ik hebben. Ja. Ja, toen dacht ik, dit is wel, er zitten heel veel kanten aan. Die vind ik interessant. Ja. O, dus dat triggerde je echt? Ja, die combinatie. Ja. Was, ja. Ja. En toen, nou goed, dan begin je. Ik kan me er niets bij voorstellen, bij iemand die zo diep in iemands leven duikt en jaren van haar eigen leven besteedt aan het leven van een ander. Maar toen moest je bronnen gaan zoeken. Waren er veel bronnen over voor de oorlog? Nee, van voor de oorlog was er niks. En, niks? Nou, heel weinig. Er waren, ik vond uiteindelijk bij Ian in Californië nog één stapeltje met brieven van een oude schooljuf. Dus die waren er. En er was uiteindelijk een dagboek van de jongste broer. Maar dat vond ik allemaal pas later. Maar van voor de oorlog was er gewoon heel weinig, behalve haar eigen boeken. Maar ja, dat,
dat is het begin. Hè. Dat weet iedereen die onderzoek doet. Of je nou over een biografie schrijft of academisch onderzoek doet. Je begint met ofwel een hypothese of een idee of een paar boeken. En dan ga je graven. En dan vind je vanuit het een toch gewoon heel snel veel meer materiaal. Dus dat rolt wel door. Daar moet je gewoon even je tanden in zetten. Altijd met optimisme je tanden erin gezet. Ja. Nooit gedacht van, dit gaat gewoon nou, niet. Nou, er zitten natuurlijk momenten. Ik wist bijvoorbeeld van die vlucht. Ik wist dat dat zo. Ik was op een gegeven moment er wel achter dat dat heel cruciaal was voor haar leven. Het feit dat ze gevlucht was in 1940. Dat ze in Marokko terecht was gekomen. Maar over die vlucht wist ik niks. En dus de zusjes, de Vos die hier zitten. Dus de dochters zijn van één van die mannen op dat bootje. Die ontdekte ik in dat eigenlijk een beetje per toeval ben ik Doreen gaan opzoeken. En die had allemaal brieven over die vlucht. En daar kwam Dola ook ineens in voor. Dus dan heb je via de zijlijn heb je gewoon weer een aanvulling op je verhaal. Het is nog wel een avontuur, hè? Het is heel erg leuk. Het is een soort detective werk. Ja. En dan moet je toch ook een soort beslissing nemen over de vorm. Ik bedoel, van na de oorlog is er veel, want toen schreef ze zelf ook al veel. En ja. Wat ik wil vragen, in welk van kan je haar biografie ook herleiden uit haar boeken? Ja, dat kan, maar niet, sowieso niet chronologisch netjes. Je kunt haar leven er niet uit afleiden, maar je kunt wel, laten we zeggen, de binnenkant van de biografie eruit halen. Dat waar ze mee bezig was, de onderwerpen die er interesseerden, de levenshouding. Je kon wel veel maar uit haar boeken halen. Die vervormde ze, of die gaf ze een andere vorm in de romans. Ja. En de kinderboeken? Ook. Daar zitten ook wel. Er zitten ook elementen van haar eigen leven in de kinderboeken. Zeker in latere kinderboeken uit de jaren 60. Dan schrijft ze, nou ja, als haar eigen kind een beetje een tiener is, dan gaat dat over dat kinderen van die leeftijd. Ook in de situatie in New York, zoals ze zelf woont en zo. Dus er zitten overal wel elementen in. Ja. Hoe lang heb je nu al met al hieraan gewerkt? Er zat corona tussen en zo, hè? 4 jaar ongeveer. Ja, Kampert is 4 jaar geleden verschenen en daarna ging ik. Want corona, daar kon je natuurlijk wel doorwerken. Ja, maar je kon niet dus reizen. Niet. Ik wou naar Tanger en ik wou naar Californië. Maar ik kon dus inderdaad en naar New York. Maar dat ging natuurlijk allemaal niet. Je bent er wel allemaal geweest uiteindelijk. Ik ben uiteindelijk, maar wel alleen bij Ian. Ja, naar New York kende ik al. En Tanger heb ik inderdaad niet gedaan. Ik heb wel Abdelkader Ben Ali, die er niet kon zijn. Maar die is veel in Tanger. Die heeft voor mij foto's gemaakt van alle plekken waar zij dan woonde en werkte en zo. Ja. Toen je eenmaal tegen het einde kwam, hè, van dat je dacht, nou, ik ben nu de laatste hand aan het leggen, zal ik maar zeggen. Was jouw beeld van Dola grondig veranderd? Was je echt met haar mee ontwikkeld? Ja, ik denk dat ik wist in het begin echt niet zoveel van haar. Dus dat beeld is in ieder geval volgelopen met haar hele leven. Ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht, waarom wil ik dit eigenlijk? Want ze is echt een ingewikkelde vrouw. Ja. Dus ook wel gedacht, vind ik haar leuk genoeg of zo. Maar dat vond ik ook op zich een hele goede vraag. Want op zich, je hoeft iemand natuurlijk niet per se heel erg leuk te vinden om daar een mooi boek over te kunnen schrijven. Als het maar een interessante figuur is en als je dat maar boven krijgt. Ja. Het mooie vind ik van je boek is dat het niet een biografie is waar je vaak te veel details over iedere zucht die het onderwerp heeft geslaakt allemaal opgediend krijgt. Maar dat je echt jouw avontuur met haar meekrijgt. Dat vind ik nogal een stap voor een biograaf. Ja, het is je begint met de brief die je haar zou willen schrijven. Ja. Uiteindelijk schrijf je die, ja. Ja, ik laat dus heel veel weg. Dat is zo. En dank daarvoor. Nee. Kijk, dit is een goede. Ja, en ik ken heel goed, en ik spreek natuurlijk ook regelmatig andere biografen. Ik ken heel goed de verleiding van, het is allemaal zo leuk materiaal, daar moet ik iets mee. En toch doe ik dat niet. Ik heb op een gegeven moment gewoon een lijn. En die ga ik proberen vorm te geven. En dan weet ik dat daar gewoon een heleboel dingen bij nodig zijn en bruikbaar zijn. En dat ik die ook vind en kan inzetten. Maar dat daar ondertussen net zoveel of nog veel meer dingen zijn die ik moet laten liggen. En ik had het vorige week nog. Ik moest een foto opzoeken. En dan scroll ik door allerlei brieven. Dan denk ik, dit is echt zo'n goede brief. Heb ik echt helemaal niks mee gedaan. Dat hou je gewoon. Ja.
Maar ik sta daar gewoon achter, omdat ik dat verhaal wil vertellen. En dan weet je dat er gewoon heel veel moet sneuvelen. En in ruil voor wat je hebt weggelaten, heb je gewoon bijna als fictie, heb je allerlei belevenissen opgeschreven, alsof jij erbij was. Ja, ik wil dat jullie erbij zijn. Ja, wij waren erbij. Ja. 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 Wat is Mikmak? Ja, de hele zooi, hè? De hele flikkerse boel. Ik vind het zo'n goed woord. Ik ga dat nu altijd gebruiken. Mijn leven is ook gewoon een hele mikmak. Kende je het niet? Nou, ik gebruikte het niet dagelijks. Gebruikte het niet? Nou, bedoel, het is me wel ergens zit het in die kwap. Maar het kwam me nu toch opeens weer heel scherp naar boven. En ik dacht, wat een leuk woord. Ja. Ja. Mirjam, ik laat het hierbij. Met jou goed vinden. Ja, dankjewel. En kunnen jullie allemaal leuk iets voor jezelf gaan doen. En vooral met heel veel liefde en aandacht naar dat boek gaan en lezen en kijken. Ik wens jullie daar heel veel plezier mee. En ik bedank jou ongelooflijk voor dit fantastische boek. En ik dank jou voor het gesprek. En thank you. Ga ik nog even daarheen. Dankjewel. Ja, dan ga ik nog even hier, want nu komt gewoon natuurlijk het hoogtepunt. The central moment of this afternoon. I'll switch to English because this is for Ian, Dola's son. Dear Ian, my two former books were about writers who were still alive. I could talk to them, I could call them, I could get over to their houses, drink a glass of wine with them and ask them everything I wanted to ask or to check. With Dola, whom I never met, that wasn't possible. But you were there. From our first acquaintance through email until our most recent meetings this week in Amsterdam, you gave me the feeling everything was okay. A feeling of trust that made it possible to ask you everything, to check with you all that I wanted to check. You invited me in your house, you let me roam through all Dola's documents, you talked with me for hours with great patience, and you're very much a son of your mother, with a great sense of humor and relativization, talked with me about your relationship with her. I found out you knew your mother, you know your mother extremely well. And that you, who definitely had not only good but also bad times with a mother like Dola, were able to look at her from different perspectives, which is very wise for a son and extremely helpful for a biographer. You don't read Dutch. We made a computer translation so that you were able to read the book, or at least something that comes in the direction of this book. And there's one thing I severely hope, that this will be the first copy I'll give you, the one that I'm about to give you now, and that there will be another moment in the future where we can repeat a ceremony like this with an English version. But for now, let me thank you with all my heart and give you the book. So please, thank you. So, there you are. So good. Yeah, good. Thank you so much. Yeah, you can say something. Mirjam, bedanken voor het mooie boek over mijn moeder. She was a sensitive writer, a good friend and mother, and led a remarkable life. And you've done a remarkable job capturing all aspects of it. So thank you so much. Thank you. Thank you. Wait. I've got a dessert. I've got a nice dessert because there's not only this book today, but also we already mentioned that the other book, there are two books available from Dola de Jong by Uitgeverij Cossé, En de Akker is de Wereld and De Thuiswacht. But since this week, her first novel for adults is republished, Dans om het Hart. So this one's for you, too. Mede namens Christophe en Eva van Uitgeverij Cossé. Goed. Yes. Thank you, Eva and Christophe, for republishing her book. Thank you. Good.
dit was het. Ogentroost. De catering van Remco Kamperts kleindochter heeft hapjes gemaakt. Er zijn drankjes, er zijn boeken. En er zijn... Er is snoep in de kleur van het omslag. Ik wens jullie veel plezier en we zien elkaar daar wel. Dank je.